Hoi allemaal, wat super fijn dat jullie er weer zijn voor een nieuwe aflevering Vegan Koken in de LTGL Keuken. Vandaag gaan we op vele verzoek falafelballetjes maken. En niet gewone falafelballetjes, nee, we maken ze deze keer met zoete aardappel. Kijken jullie mee? Voor dit recept heb je nodig een keukenmachine of een blender. En een koekenpan. En eigenlijk is dat het. Qua ingrediënten is het ook niet heel erg uitdagend. Zoete aardappel, kikkererwten, ui, beetje havermout, kruiden naar smaak. Kan je hem nog afmaken met koriander en mais. Volgens mij zijn dit allemaal ingrediënten die jullie al in de keukenkast hebben staan. Dus dit wordt leuk. We beginnen bij het begin, wederom. 250 gram zoete aardappel, gekookte zoete aardappel. 250 gram kikkererwten, 1 gesnipperde rode ui of shallot, net wat je in huis hebt, 4 eetlepels havermout. Ik ben weer bordjes aan het stapelen. Dan kruiden naar smaak. Wij hebben ervoor gekozen om paprikapoeder te gebruiken, peper, komijnzaad, 2 eetlepels edelgistvlokken. Edelgistvlokken vind je in het natuurvoedingsschap in de supermarkt. Geef het lekker een beetje kazige smaak aan elke ingrediënt. Dus sowieso wel een goed recept om in huis te hebben. Of een goed recept. Een goed ingrediënt om in huis te hebben. 1 eetlepel tomatenpuree. Dan zet je de deksel op de keukenmachine. Dan gaat hij heel even draaien, dus ik ga nu mijn mond dicht houden. Dan zie je dat de keukenmachine er een klein beetje moeite mee heeft. Pak dus even een lepel erbij en dan schraap je de zijkant. Die voeg je bij de rest van de ingrediënten weer. Dan de deksel erop en dan herhaal ik nog een keer. Na ongeveer een minuutje is het mengsel voor de falafel klaar. Die schep je dan in een grote kom. Zo. En dan kan je nog ingrediënten naar smaak toevoegen. Wat wij een hele lekkere combinatie vinden is zoete aardappel met mais. Daar doen we een klein beetje van bij. En koriander. Als je nou niet van koriander houdt, dan andere kruiden. Het is allemaal oké. Deze roer je door de falafelmix heen. Dan pak je een koekenpan. Zet je het vuur aan. Doe je een klein beetje olie in, bakolie. De olie laat je smelten in de pan. Dan vorm je met je handen de balletjes. Die leggen we in de pan. Die bakken we aan beide kanten. Heel even 3 minuutjes. Dan heb jij binnen no time je falafel op tafel staan. Je vormt van de mix balletjes. Heb je nou niet zo heel veel tijd, dan kan je ze ook iets platter maken. Dat een rondje wordt. Dan zijn ze wat sneller klaar. Laten we nu voor... We hebben beloofd dat we falafelballetjes zouden maken. Dus we gaan voor de balletjes. We hebben de falafel 3 minuten aan de ene kant, 3 minuten aan de andere kant gebakken en hij is klaar. Wat je zal ervaren is dat ze niet heel erg hard worden. Dus het worden niet van die hele stevige balletjes. Mocht je dat willen, zet ze dan in de oven. 20 minuten op 180 graden, wat eventueel ook nog een alternatief is. Daar ben ik niet heel erg fan van, maar misschien jij thuis wel, is ze heel even frituren. En dan zijn ze binnen 4 minuten klaar. Deze gaan op het bord. Deze loopt weg. Dat zou eigenlijk betekenen dat die voor mij is. Maar ik wil even laten zien hoe lekker dit eruit ziet. Dus die pak ik zo wel. Dan kan je ze serveren bijvoorbeeld in een pita broodje. Met een luchtige frisse yoghurtsaus. Of je kan net even de wat pittigere kant op gaan. Met sriracha saus. Of je eet ze gewoon zo. Deze zou je eventueel kunnen invriezen. Laat ze dan helemaal afkoelen. Zet ze in de vriezer. Het enige wat je daarna nog hoeft te doen is ze heel even op te bakken en op te warmen. Ik denk dat ze ongeveer een maand goed blijven in de vriezer. Dus dat is ook nog wel een goede tip. Mochten ze het zo lang houden. Want ik denk dat jullie ze net zo lekker gaan vinden als wij. En dan ze eigenlijk binnen. Nou, wat is ons record? 3 minuten? 3 minuten op zullen zijn. Ik hoop dat jullie hier heel erg van gaan genieten. Mochten jullie benieuwd zijn naar het recept. Kijk dan heel even in de link onderaan de video. Zijn jullie op zoek naar meer inspiratie? Super fijn! Daar zijn we voor. Kijk dan wel even op Instagram en op Facebook. Wat heb ik nog meer te vertellen? Anders dan. Ik hoop dat alles heel erg goed met jullie gaat. En dat jullie gezond blijven en goed voor elkaar zorgen. En dat ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie.